Universiteit van Nederland. Wat gebeurt er bij onderkoeling? We spreken van onderkoeling als de temperatuur in de kern van het lichaam lager is dan 35 graden. En de kern van het lichaam die beschouwen we als de hersenen, het hart, de longen en de ingewanden. Die temperatuur die moet constant rond de 37 blijven om goed te kunnen functioneren. De temperatuur van de vingers en tenen kan heel ver dalen. Nou, de kerntemperatuur hoeft maar een heel klein beetje te dalen. En dan merken we al dat we ons oncomfortabel voelen. Je gaat je er tegen verzetten, bijvoorbeeld door te rillen, klappertanden. De bloedvaten en de huid knijpen dicht om de warmte vast te houden. We gaan dan bijvoorbeeld meer bewegen automatisch. We gaan ze ook kleiner maken. Of we trekken een warme jas aan, want die houdt de lichaamswarmte ook goed vast. Hoe lang duurt het dan voordat je onderkoeld raakt? In lucht duurt het uren, want wij zijn eigenlijk een hele grote lap vlees. Het duurt heel lang voordat dat onderkoeld raakt. In water gaat het wat sneller. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan tientallen minuten of een uur waarin mensen onderkoeld kunnen raken. Zou je mij eens willen vertellen wat er eigenlijk gebeurt bij afkoeling? Dan begin ik bij 37 graden Celsius, hier bovenaan. Dan gaan we afkoelen. De temperatuur die gaat dalen. Oncomfortabel gevoel. Bloedvaten in de huid doen we dicht om de warmte vast te houden. We gaan rillen en klappertanden. Dan komen we rond de 36 graden. Nou, dan voelen we ons al aardig koud. En dan bij 35 graden, dan spreken we van onderkoeling. Dat was de definitie van onderkoeling. Als we vastzitten in de berg en die temperatuur gaat nog verder dalen, dan komt die daaronder. En als we dan bij een temperatuur komen van ongeveer 33, 34 graden, dan zitten we in een periode waarin mensen verward raken. Heel apart is ook dat bij die temperaturen de verwarring zo groot kan zijn dat een deel van de mensen zich gaat ontkleden. Dat noemen we ook wel paradoxaal ontkleden. Het is wat te vergelijken met bij koorts hebben we zo'n koude rillingen. Dat is ook zo'n paradoxale reactie. En als de temperatuur dan verder daalt en we komen bij een temperatuur van rond de 29 graden Celsius, dan hebben we een probleem, want dan kan het hart die gaat het moeilijk krijgen. De laagste temperatuur waarbij iemand weer effectief opgewarmd is, dat is 13,7 graden Celsius. Het betrof hier een arts uit Noorwegen die heel mager was, die bij skiën vast was komen zitten in een greppel. Ijskoud water stroomde over haar heen en het duurde even dat ze haar daaruit hebben kunnen bevrijden. Toen ze met een helikopter naar het ziekenhuis werd gevlogen, hebben ze daar die kerntemperatuur bepaald, 13,7. Had geen enkel levensteken meer, het hart stond stil. Maar ze hebben heel langzaam bij haar weer opgewarmd. En op een gegeven moment ging dat hart weer kloppen. Het enige wat ze nu nog heeft, ze werkt als arts in een ziekenhuis daar, is dat ze wat problemen heeft met haar vingers en de tenen. Er zijn misschien toch wat zenuwtjes beschadigd. Wat kun je het beste zelf doen als je licht onderkoeld raakt? Als je licht onderkoeld bent, als je heel koud voelt, dan kun je het beste warme vloeistoffen drinken. Echte soep bijvoorbeeld. Lekker warm, dan word je van binnenuit warm. Ja, als je niet bij kennis bent en je bent bewusteloos, ja, dan moet je medische hulp inroepen. Nou, in een ziekenhuis gaan ze rigoureus te werk als iemand ernstig onderkoeld is. Wat ze dan kunnen doen, is dat ze de bloedsomloop aansluiten op een machine. In die machine kunnen ze de zuurstofniveau heel precies controleren. En ze kunnen ook het bloed verwarmen. En wat je dan doet, is eigenlijk net als bij warme vloeistof, dan maak je de kern die maak je warm en de buitenkant van het lichaam die hou je nog koud. Nou, we hebben gezien dat onderkoeling onaangenaam is, oncomfortabel is en zelfs risicovol kan zijn. Dus we moeten alles doen om het te voorkomen. Voorkomen dat we onderkoeld raken. En dat doen we door ons te kleden naar de situatie. Warme dikke jas als je de kou ingaat. En wat ook helpt is dat de kern warm blijft door een lekkere kop warme thee te drinken.